is een thema die niet zo automatisch geassocieerd wordt met groen. Wij vinden dat onterecht, hè, omdat in heel wat dossiers, en ik denk dan niet alleen aan Wevelgem, is het zo dat op het moment dat wij met groen pleiten om voor de open ruimte, hè, is zeer belangrijk, we hebben er daarvan nog weinig, zeker in Zuidwest-Vlaanderen. Maar dat we strijden voor open ruimte, dan zijn we heel dikwijls de bondgenoten van de landbouwers. Hè. Niet altijd beseffen de landbouwers dat zelf. Hè. Maar stilaan begint dat toch een beetje te veranderen. En we hebben hier al een eerste bewijs daarvan. Hè. Ik heb al 16 jaar ervaring in de landbouwsector. En in die 16 jaar is er toch een hele evolutie geweest. En ik ben van mening dat we niet zo goed bezig zijn op de manier dat we nu bezig zijn. Dat echt industrieel produceren van, ja, gelijk als zijn nu kippen of varkens. Hier is dat nu eigenlijk een varkensbedrijf. Nu, het is niet dat die dieren slecht behandeld worden of zo verder, dat niet. Maar ik heb er moeilijk mee. Op de manier dat we ze nu kweken is, allee, die dieren hebben niks mis. Maar toch, ik vind dat het anders kan. Mijn concept is eigenlijk, ik wil een hoevenbrouwerij maken eigenlijk, kleinschalig. Met de bedoeling dat eigenlijk echt het artisanale nog primeert. En eigenlijk het afvalproduct, het bijproduct van de brouwerij zou ik je willen geven eigenlijk aan varkens. Nu, die traditionele varkens zijn niet meer de varkens. Allee, dat je kunt zeggen van kijk, ik wil daar een brasvarken van maken. Dus ik ben een klein beetje op zoek gegaan. Dat is Sander. We zijn de Hark van Noah, een organisatie eigenlijk, dat we begonnen zijn een kleine 2 jaar terug. Met een groep vrienden, zonder dat we eigenlijk al een stuk grond hadden, hadden we de gedachte om dat te doen, om zijn groente te kweken, biologisch en ook meer op onze manier eigenlijk. Omdat we samenkomen, het sociale aspect is eigenlijk even groot als het produceren. Hier enkel water, juist lekker planten, maar we meeleven met de planten. Ja. Nee, en ook omdat we zijn eigenlijk allemaal een leken, min of meer leken, dus moeten we nog veel leren. En het aangename dat je hier zit, je zit hier op de buiten, net buiten het centrum. Maar je ziet hier veel mensen passeren met de fietsen allemaal en vooral veel oudere mensen die dat vroeger zelf ook deden. Stop. Dus, wat wil je zeggen, eigenlijk alle groen dat heet in die jaren allemaal van hier komt? Voor mij had dat er bijna 90% aan. Hetgeen hier geteeld wordt op het land is eigenlijk uitsluitend voor bestemd voor de dieren. Dus we hebben ongeveer 35 hectare. En dit is bestemd voor die 70 koeien en nog 70 stuks jongvee. Dus er zijn hier rond 140 dieren aanwezig in totaal. In die stal is het 70. En in een andere stal van 0 tot 2 jaar is ook ongeveer het 70. Dus de koeien worden hier gemolken met een robot. Ik weet niet of je dat gezien hebt, maar die robot staat hier nu 10 jaar. En een robot is eigenlijk geschikt voor maximum 70 koeien. Dus als je meer koeien bij jou moet je een tweede of een derde bijzetten. We verwerken dan van 14.000 liter per week. En voor een derde wordt verwerkt. En dat verwerk je in welke producten? De producten die verwerken is boter en karnemelk, yoghurt, plattekaas. En roomijs. Dat we zelf op roomijs en ijsstort dat we zelf maken. Mm-hmm. En wij dat product dat we nog doorverkopen van collega's. Harde kaas maken we niet zelf. Dat wordt dan doorverkocht en toen nog andere dessertproducten. Dus voor de yoghurt is mager yoghurt, magere platte kaas, boter karnemelk en roomijs. Dat is een ding dat we zelf maken. Ja, voor je verwachting was van Elise. Ik heb dan eerst gezegd van mijn vrouw waar te eten, is dat zo verwachting. Dat is zonder courgette. Ja, ze moest courgette niet, dat moest ze op de roos aan. En dat dan gemakkelijk werd voor mij. En dan die wat dat vindt. Dat. Die dus, ja. Dat waren er hele kutjes die dat in de maar je moet dat wel iedere week je vaste week hebben. Oftewel, je stempel gaat niet worden met de pot. Ja. Dus, en wanneer rijden we meestal te weg? Want er niet veel zin en onze dieren zijn. Courgette kweken, dat wil ik ook zeggen dat ieder bloemke moet bevrucht zijn. Dat van stem blijft. We worden bezig met die jongens. Vroeger deden we dan naar die.
Maar de bienen, ja, zijn niet zo goed met de bienen. Zo, dat dus lost me dan de wet met die handels, maar ja, dat is ook niet echt gezellig. Ik heb al in die 15 jaar dat ik bezig ben al wel een tiental rassen geprobeerd. Dat hangt ook een beetje af van de beschikbaarheid. Maar ook echt wel de intentie om iets nieuws te proberen. Een aantal rassen zijn voor bio niet geschikt. Rumba, ook bezig van Rumba. Ja, ja. Met je Rumba muziek, Paul? Live. De Friese van Paul. Ja, nu al wat. Natuurlijk. Ze zijn niet altijd zo groot. Dat heb ik aan en nu gezien bij Friese.